Deze nieuwsuitzending wordt weer heel erg leuk. In de trant van Alan Watt. Ik hou altijd dit intro. In ere van hem. En jullie die voor de zoveelste keer naar deze uitzending luisteren, die denken van ja, Perry schiet een beetje op, want we kennen het verhaal wel. Nee, jullie kennen het verhaal nog helemaal niet. Alan Watt van CuttingThroughTheMatrix.com. Hij is een seculair, niet een bijbelmappende christen. Jurk Gliesman is een bijbelmappende christen. Nou, die heeft ook van zichzelf gezegd, ja Perry, je moet met mij niet fucken over de bijbel, want ik heb je op je kop. Nee, dat zei hij niet letterlijk, maar... Hij heeft wel zo zijn twijfels bij een mens dat maar een jota van de King James uit 1611 in twijfel trekt. Daar gaat Jurk helemaal op zijn achterste benen staan. Nou, die twee links die staan onder deze video. Eindelijk heb ik het geleerd hoe dat moet. En ja, geef die jongens wat. Geef ze wat. Jurk Gliesman heeft mij verteld dat hij boeken heeft gekregen uit Duitsland. Ja, geef die mensen wat. Belangrijk hoor. Het gaat om het onbetaalde priesterschap. Je doet het alleen voor donaties. En als die donaties niet komen... dan doe je het toch. Dat is de onbetaalde priester. En dan kan je kiezen voor de bijbelkant. En dan luister je naar Jurk Gliesman. Dan krijg je een geschiedenisles. Maar dat is goed voor je kinderen. Leren ze ook Engels. Dan kun je samen naar een stukje luisteren. En dan na 10 minuten moet je even op de pauzebutton drukken. En dan vraag je aan je kind, want wat heeft Jurk Gliesman verteld? Kan je Engels? Gewoon even Engelse les doen. Jurk doet het in het Engels. Alan Watt ook. Maar die is Schots. Die is geboren in Schotland. Het bovenste stukje van Engeland. Daar, iedereen weet dat. Het zijn geen profeten. Het zijn boodschappers. Verhalers van de geschiedenis. Vertellers. Want iedereen vraagt zich af, waar ben ik toch in beland? Het is zo'n idiote klotezooi. Dat kan toch niet? Waarom zit ik in een klotezooi? Ja, omdat die klotezooi die is ontworpen. Heel lang geleden hebben ze die klotezooi ontworpen. Als jij... Nu wordt het echt smerig hoor, dus bukkel op. Hè. Maar ik vond het... hygiënisch, geestelijk hygiënisch, dat mijn dochter ratten zou opvoeden. Ratten zou verzorgen. Dat vond ik een e-oké idee. Dan heb ik voor mijn dochter op de tweedehands boekenmarkt een boekje gevonden. En dat luidde Het verzorgen van ratten. En dat kreeg ze van mij. Dat was €2 of zo. Of €1. Dat kostte niks. En mijn kind zo. Oh, moet dat zo. Oh, ja, ja, ja. Nou, en wat gebeurt er dan? Ja, dan komen er ratten in mijn huis. Eerst moet je leren hoe je voor ratten moet zorgen. En vervolgens komen er ratten in het huis. Nou, dat hebben ze ook gedaan met mensen.
Je maakt een studie van wat mensen zo graag willen. Nou, ze willen dit en ze willen dat en ze willen zus en ze willen zo. Nou, dan ga je al die materialen ga je verzorgen. En dan komen die mensen. Ja. Als je zorgt voor de voorwaarden. Een van die voorwaarden is, we willen elke maand een gegarandeerde hoeveelheid geld. Nou, dan zorg je daar toch voor. En dan komen ze wel. Wij worden hier gehouden in een rattenboerderij. En waarom eigenlijk? Wat hebben ze aan ons? Ja, wees eerlijk. Mijn vader, die heeft zich helemaal kapot gesopen. En op zijn 32e of zo belandde hij in de WAO, heette dat toen. Nu heet dat weer anders. Maar de wet van op de arbeidsongeschiktheid. Want ja, hij is zich helemaal kapot gesopen. Ja, mijn vader was een goede peer. Ik ben trots op het feit dat ik zijn zoon ben. Ik weet zeker dat als hij naar mij kijkt, dat ik denk van, hé jongen, jij kan beter suipen dan ik. Ja, ik ben zo gek als hij, man. Maar mijn vader, die heeft dus, ik heb dat uitgerekend, het was 2,5 miljoen gulden. Om mijn vader in leven te houden. Maar dat kwam vanwege die wetgeving. Dus hij kon alleen zijn uitkering behouden als hij niet zou werken. Dus wat ging meneer doen? Ja, wat denk je? Die heeft gewerkt, man. Beetje van de boers afblijven. Gewoon aan de slag gaan. 2,5 miljoen. Ja, belachelijke samenleving, man. Dat kan toch niet? Maar het moest wel. Ze hadden mijn vader aan zijn lot over moeten laten. En ze hadden tegen mijn moeder moeten zeggen, we houden ze op in dat gezeik. Op straffen van Huppeltje Pup. Hé, mijn vader die lag helemaal buiten boord. Ja, leuk, 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 leuk. Ha, 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 ha. Hey, een mooie boel waarin we geboren zijn. Een grote puinhoop. En het is niet erg. Echt niet. Niks aan de hand. Ik ben ook helemaal niet voor paniekzaaierij of zo. Ben jij maf. Waarom? Tegenwoordig tegen mensen gaan zeggen van ga wat doen. En dan gaan ze vervolgens iets doen en dan flikkert er een muur om. Zo heb je nou weer gedaan. Ja, ik moest wat doen. En nou is het, je had dan niks gedaan. Homo. Daar ben ik voor. Een Yoko Ono. Met John Lennon. Ja. Lekker in bed liggen de hele dag. Houd erop. Ja, maar ik wil graag wat dingen doen. Ja, dan ga je je huis opknappen. Huh? Dan ga je de ladder van beneden halen. En als je in een flat woont. En dan ga je lekker aan de slag. En hop, hop. Ja, maar ik ben een vrouw. Ja, nou ben. Wat is dat dan weer van homo-gedrag? Kunnen vrouwen geen ladder dragen? Ga dan weg. Ja, want ik ben ongesteld. Ja. Als je ongesteld bent, ga je zonder meer lekker op je rug liggen. En dan neem je even de tijd voor je lichaam. En ga in godsnaam geen ibuprofeen. Zo, ik weet niet waar ik moet beginnen. Maar ibuprofeen. Ik heb gewerkt voor de firma die dat goed verspreidde, distribueerde hier in Nederland. Ik weet precies wat het is. Advil. Eten naar toen. Mm.
neem dat niet, dames. Als je dus even tegen jullie dames dan, even vrouwenadvies. Het is een schande dat ik dat moet doen natuurlijk, want jullie hadden dat zelf moeten doen. Er is een goed gebruik in de Surinaamse gemeente. Maar dan weet je niet precies waar je het over hebt, hè? Want er zitten ook Hindoestanen tussen. En, ja. Die komen uit India. En Bosnijgers natuurlijk. En halfbloeden, het is één grote mismatch. En daar is het een gewoonte dat als de vrouw ongesteld wordt, dat ze dat van tevoren. Ja, ze geeft dat punt 1 door. Van ik voel hem komen. En dan hoeft zij niet te koken. 3 dagen lang niet. Dan hoeft ze ook niks te doen. Ja, waarom? Je hele binnenlichaam is blood all over the place. Ja, take your time, baby. Maar niet werken natuurlijk. Ja, dan mag je een boekje lezen. Wat ben je aan het doen? Nou, ik ben aan het vloeien. Oh. Nou, dat zouden vrouwen ook moeten doen. Even een dieet opstellen voor de periode dat je aan het vloeien bent. Wat moet je dan in je mond doen? Varkensvlees? Ik denk het niet. Ik denk meer aan een zuur dieet. Helemaal terugschroeven. Beetje linzensoep. Oh, kippensoep. Met gebroken botjes. Heerlijk. De kippenmerg. Nou, een lekker boekje lezen. En snoepjes eten natuurlijk. Ja. Zout erin. IJzer moet er ook bij. Want je bloed, daar zit ijzer in. Dus, en spinazie eten. Dat is een goed idee. Want iedere ongestelde vrouw die begint van tevoren allemaal spinazie in te kopen in de supermarkt. En dan kan je lekkere dingen mee laten doen. Want jij bent ongesteld en je mag niet koken. Dus, ik zou zeggen, een erg goed recept. Schrijf het op. Je neemt een wok. En dan begin je met een hele grote scheut. En dat mag best veel zijn. Hè? Arachideolie. Die lekkere, dikke, lekkere olie. En die kan bijna niet verbranden. Ik kan het overdrijven, maar dat. Arachideolie is erg mooi. Is erg lekker. Kan je dat niet betalen? Neem je slaolie. Maakt niet uit. Dat is de allergoedkoopste olie die er is. Motorolie is denk ik duurder. En giftig. slaolie. Geen olijfolie. Dat zou ik niet doen. Dat is zonde van de olijfolie. Arachideolie als je de poen hebt. Een uitje erin. Een bak garnalen. En die garnalen lekker. Ja, knoflook moet erbij. Oh, gember moet erbij. Dus je hebt die uien. Dan doe je de knoflook bij. En de gember. En dan gaat het lekker ruiken. En dan die uien een beetje laten opkomen. En dan die garnalen erbij. Ja, en dan vis je, als die garnalen een beetje wit gemaakt zijn, dan haal je al die garnalen eruit. Die leg je apart. En dan de spinazie erin. Gewoon uit de diepvries, hè? En dan heb je van die blokjes of zo. Vuur, misschien een scheutje bouillon erbij. Groentebouillon. En die spinazie lekker laten, ja, dat die helemaal loskomt. En dan die garnalen er weer bij. Door elkaar heen, mismasje. Allemaal een kommetje. En ja, lekker hoor, spinazie. Er zit veel ijzer in. Ja, ik maak geen grapje. Het is niet dat ik jullie goeroe ben. Maar ik kan je wel vertellen dat het eten van spinazie, dat is heel verstandig. Zomergroente. En ingevroren is die in de winter prima te eten. Je kan kiezen voor verse spinazie, maar waarom? Hetzelfde geldt voor boerenkool. Dat zijn je vrije keuzes, waar ik het over heb. Ik wil jullie de goede kant op sturen.
Dus aan vrouwen die ongesteld zijn, hoeven niet te werken. Punt. Krijgen ze wel korting op salaris, maar we willen ze niet op het werk zien. Want ze zijn ongesteld. En ja, dat zijn heavy dingen voor een vrouw. Dat is geen geintje. Om het even uit te leggen, aad te liggen, Amsterdams. Maar het zit als volgt, dat vrouwen hebben zoveel eieren. Dat is een beperkt aantal. Ik weet niet precies hoeveel. Ja, en die eieren, die hebben ze twee van die rondgangen. Dat zijn de ballen. De mannen hebben die dingen tussen de benen hangen. Maar bij de vrouwen zit dat aan de binnenkant. Dat is een opmerkelijk verschil. En die draaien, dat zijn de eilichamen, zo heet dat. Dus een vrouw heeft twee eilichamen. En die poepen daar, dat is een soort carousel is dat. En die poepen daar, een aantal, ja, één keer links, andere keer rechts. En je hebt twee van die eilichamen met twee eileiders. En die komen in de baarmoeder. Nou, en wat is er nou verzonnen? Ja, door wie weet ik ook niet, want ik ken God niet. Ik heb ook helemaal geen kennis nodig met God. Dat interesseert me niet. Ik wil alleen maar doen wat zijn wil is. En wat ik vermoed dat zijn wil is. Nou goed, maar wat heeft dan diegene die dat verzonnen heeft? Verzonnen heeft. Dus het kader van de geslachtelijke voortplanting verzonnen heeft. Dat hij dan ook verzonnen heeft. Dat degene met de ballen in de buik, dat hij dan eens in de 4 weken, en dat tempo wordt aangedreven door de maan, dat is 28 dagen, dan stort het hele systeem in elkaar, en bloed, en het stinkt als een hel, man. Hey, die mogen niet in de keuken komen. En ook zeker niet naar hun werk. Ja, maar dan doe ik een tampon aan de binnenkant en er ruikt niemand het. Nee. Maar je bent zo zaggerijnig als de hel. Je had thuis moeten blijven. Mafketel. Ja, maar als ik bij iedere ongesteldheid thuis bleef, dan verdien ik minder dan een man. Nou, dat verdien je toch al. Ja, ik wil niet lullig doen over vrouwen. Ik vind ze allemaal even lief. Hoor. Maar jij als vrouw hebt er echt rekening mee te houden. Alsjeblieft. Kom op, homo. Laat ik het positief zien. Voor vrouwen. Ik ken een vrouw en die had een man. En die werkte voor het ministerie van Landbouw. Hij was ingenieur en hij had een koophuis of zo in Doorwerth. Met een voortuin en een achtertuin, een loeris van een keuken. En die maakte een geldjongen in de maand. Zo. Hij had die allemaal gespaard en toen heeft hij zijn baan opgezegd voor het ministerie van Landbouw. En ging die eindelijk doen waar hij zelf zin in had. En dat was sporten. En sporten met kinderen, dat maakte hem niet uit. Het was geen pedofiel of een weet ik wel. Een Michael P. of zo. Hij vond hij leuk om met kinderen te gaan sporten. En ik vond het stoer van hem. Hij had een behoorlijke tent hoor. 3 verdiepingen. De zolderverdieping was dan bovenin. Maar ook nog een kelder, denk ik. Dat is een mooie optrek. Met de voortuin op het zuiden. En dan ja, aan de rand van het bos. Dus, heb je veel zuur van die bomen. Het is heel moeilijk om daar iets te laten groeien. Maar een waterpartij had er wel bij geholpen. En die vrouw die heeft die man gedumpt. Van de ene dag op de andere.
Mevrouw werd aangesproken door die man op het feit dat ze niks deed in huis. En ook dat ze, ja, ze had een uitkering, maar ja, zij woonde samen met hem, dus ja, die uitkering stelde niet veel voor. Dat was €300 in de maand. Dat krijg je dan als vrouw. Ja, leer mij de samenleving kennen. En hij stond erop, dat, zijn vader begon ermee, van wie doet hier de afwas? En dat die man zei, ja, dat doe ik. Ja, maar wie gaat hier de planten water geven? En die man zei, ja, dat doe ik. En dan zei die vader, dumpen die bitch. Echt gebeurd, hoor. Een mooi verhaal. Omdat het echt gebeurd is. Ik snap het ook niet van die vrouwen. Ik begrijp er helemaal niks van. Het merendeel van, hè? En misschien begrijp ik ook van het merendeel der mannen helemaal niks. Dat zou ook nog heel goed kunnen. Dat ik een seksistisch oordeel heb. Ja, dat zou ook mooi de kut zijn, zeg. Of de klote. Gisteravond sprak ik een vrouw. Nee, twee waren het er. Totaal relaxed. Helemaal ontspannen. Een vrouw met energie. En daar hebben wij samensweringsdinges gedaan. Zij wil ergens aan de slag gaan. En ik heb gezegd, ja, ik ben daar al aan de slag. En dit zijn de parameters. Dus pas op voor die, denk hierom. En let op die en die. Want dat zijn je vrienden. Dat kan niet anders, want dat zijn mijn vrienden. En we zitten er al binnen. Dus als jij erbij wil komen, dat kan nog wel wat worden. In haar geloof ik wel. Vrouwen kunnen het ook. Arthur Schopenhauer heeft eerlijk gezegd, Arthur Schopenhauer heeft dat essay geschreven, wat op zijn Nederlands, het heet Over Vrouwen. Maar dat is alleen de titel. De inhoud is onweerlegbaar. De inhoud van het werk is, ja, het is om je te bescheuren. En de oplossing komt, hè, als jij een vrouw bent. Laat je niet beledigen. Dat is punt 1 voor jullie vrouwen. Laat je nooit meer beledigen. Het is onzinnig om je beledigd te voelen. Zoek het contact op. En iedereen zegt maar wat. En denk erover na. Sommige mensen nemen dingen zo persoonlijk. Dat moet je helemaal niet doen. Maar goed, de inhoud van dat essay. Over vrouwen. Letterlijk vertaald uit het Duits. Über Frauen, denk ik. Über das. Über, nou, waar, dat maakt me niet uit. Over vrouwen. Nou, de inhoud daarvan is. Komt-ie. Er is geen vrouw die deugt. Hatzeflatze. Heeft hij mooi beschreven. Dat heeft hij heel erg goed in kaart gebracht. Wat het fucking probleem is met vrouwen. Want dat is een fucking probleem, is dat je vrouwen, ja, als man dan, hè, of ja, als vrouw, je wil, ja, dat is fucky fucky. En dat moet helemaal niet. Dat is idioterie. Ja, maar ik was dronken die nacht. Ja, oké, okay, en hoe ben je dronken geworden? En waarom had je niet een champagnekurk in je vagina gedanerd? Dat die man die probeert hem erin te stoppen en die zegt, hé, wat zit daar?
Ik zeg, oh, kut, dat is waar ook. Er zit mijn champagnekurk. Ik zou niet neuken vanavond. Hé, hey, schattenbout. En dan geef je hem een zoentje op zijn linkerwang, zijn rechterwang en nog een keer zijn linkerwang. Of andersom, maakt me niet uit. En dan doe je je onderbroek weer aan met die champagnekurk in je vagina. Geen domme fouten maken, meisje. En jij als jongen helemaal niet. Ik merk als Ellen Watt even het doorratelde. De meisjes zijn onzedig. Die zitten aan de pil. Als je een vrouw ontmoet en die doet dagelijks oestrogeen slikken. Wat wil je daarmee te maken hebben? Ik geef het 10 seconden. Wat moet je met zo'n bitch? En dan slikken die vrouwen, die slikken oestrogeen. Dus oestrogeen, zo schrijf je het. En je zegt oestrogeen. Dus ze slikken dagelijks oestrogeen in een bepaald, een soort van sinus. En dan een beetje minder en dan een beetje meer. En elke dag een pilletje erin. Want dan kunnen ze niet zwanger worden. Ja, die vrouwen niet mee omgaan. Die zijn giftig. Ze slikken oestrogeen. Hun denkwijze is giftig. Ze slikken oestrogeen. Dat kan niet anders. Hè, de vrouwen hebben die hormoon dingenswisseling met die bloeding. Only Women Bleed. Dat is een nummer van Alice Cooper. Die hebben die wisseling. Hè? Tot aan de overgang. En dan, daar hebben we het niet over, maar over het begin. Hè? Je hebt die wisseling. Dat is jouw lichaam, meisje. Meisje. Hou daar rekening mee. En veel vrouwen die willen dan, ik wil aan het werk. Ja, dat hoort helemaal niet bij jullie. Die mannen kunnen, wij kunnen de diensten draaien, man. Dat is aan ons mannen. En niet aan jullie. En als je het probeert na te doen door een lichte baan te zoeken in de administratie of zo. Ja, hou toch rekening met je. Hè? Is het erg belangrijk, hoor. En als je, ik ken een vrouw. Sorry, dat begon ik verkeerd. Ik ken een vrouw. Zij werkt in een café. Hier in Arnhem, dat mooie café. En die heeft een ongesteldheid pijn, jongen. Dan zit ze met haar rug voor de kachel. En dan denk ik, meisje, meisje, of tegen jullie, vrouwtjes, vrouwtjes. Werk dan niet. Is het van homo-gedrag? Om het maar even smerig, slijkerig te zeggen. Dat is aandachtstrekkerij. Ja, ik ben aan het werk en ik ben ongesteld. Ja, nou en? Blijf thuis. Ja, of praat ik Frans of zo? Dat is heel belangrijk. Oh ja, en ook voor jullie vrouwen. Geef je kinderen onderwijs. Hè? Kunnen je kinderen de tafels van 1 tot en met 12 uit hun hoofd opzeggen, zodat ze weten hoeveel 12 keer 12 is? Weet jij dat trouwens? 12 keer 12, hoeveel is dat? Het is het aantal van de klok, of niet? Ja, leer je kinderen dat. Je moet je kinderen leren rekenen. En dat moet je doen vanaf het 7e jaar, 6e jaar. Voor die tijd moet je een beetje
Mijn kind kwam ook naar mij toe van, pap, hoe zit dat met rekenen? Want ze kon al lezen. Ja, lezen is niet zo moeilijk, hè. A, B, C, D, E, F, ja, enzovoort. En dan ben je klaar. Ja, wat is dat met rekenen? Ik zei tegen mijn dochter van, nou, rekenen, dat is veel makkelijker dan taal. Oh, zei ze. En hoe dan? Ik zei, nou, 0 is 1 en 1 is 2. Oh, zei mijn dochter, nu begrijp ik het. En ze draaide zich om en liep de keuken uit. Denk je mooi zo. Want jij bent nog helemaal niet klaar om te leren rekenen. Geen vragen aan mij stellen waarvan ik vind van, ja, daar ben je nog niet aan toe. En die frase 0 is 1 en 1 is 2, die is waar, by the way. Houd het goed in de gaten. Het is een metafysische waarheid. Ik ben geen profeet of zo. Ik weet dat dat de waarheid is. 0 is 1. 0 is de. Als je dat. Bij een 0 denk je aan een cirkel, of niet? Ja? Dat is een cirkel. En de 1, dat is een deling. Ja? Dus de cirkel staat voor een eenheid. Dus de cirkel is 1. Ja? Terwijl de 1 staat voor een deling. En een deling is 2. That's it. Je kinderen, even jullie ouders, of ja, misschien ken je een jongeling dat je denkt van, wow, het is te doen. Ja, doe het. Neem een kind. Vraag om een kind. Doe het. Tegen de stroom in. Waarom niet? Wil je wachten tot iedereen dood is voordat de mensheid opstaat? Startert. Opstaat. Of wil je het eerder? Ben je bang om kinderen te krijgen? Waarom? En ik weet dat de omstandigheden moeilijk zijn. Daar ben ik mij van op de hoogte. Er zijn tijden geweest hier in Nederland en dan kwamen wij de winter door met bruine bonen. En rijst als je rijk was. Dus waarom nu niet? Als ik nu naar de supermarkt ga, hier om de hoek, echt naar hele lullige handeldinges met marketing. Ze hebben laatst weer alle schappen verplaatst. Ja, dan kan ik godverdikkies de anchovis niet vinden. Dat vind ik een goede deal, hoor. Die blikjes anchovis, dat is iets meer als een euro. Een reet zout en veel vet. Daar kan je erwten kopen en linzen. Wat heb je nog meer nodig? Die erwten goed koken. Oh, uien heb je nodig, maar die koop je op de markt. Die koop je niet in de supermarkt. Dan kan je toch eten. En je kind kan dat ook eten. We hebben 3 soorten ontbijt. Het ontbijt is linzensoep. Of erwtensoep. En het middageten is linzensoep of erwtensoep. En het avondeten is linzensoep of erwtensoep. Dan ben je toch klaar. Het is aan ons mensen om het privilege van het ervaren
te waarderen. In het christelijk dogma, in het protestantisme wordt dat gezegd, dat het leven op zich is een boetedoening. Dat is hetzelfde. Dankbaarheid. Als je toch een treinkaartje kan betalen, er zit hier een dakloze opvang. En die zit achter, goed uitleggen, het Rembrandt Theater aan de Eusebius Buitensingel. En dan achter dat theater, dat is een bioscoop, en heb je dat de Brigand, maar dan ga je er rechts van langs en dan kom je bij de dakloze opvang. Ga daar eens naar binnen. Ja, doe dat, gewoon doe het. Help met de afwas. Ik heb daar zin in om daar wat te gaan doen. Maar in mijn eentje, waar moet ik ook nog naar de dakloze opvang gaan om daar iets te doen? Waarom doen jullie niks? Ga lekker naar de dakloze opvang. Achter het Rembrandt Theater. En dan voor Brigand. De Brigand. Ja, doe dat zelf. Leef je uit. Ik heb bij die dakloze opvang heb ik 2 of 3 glazen water gedronken en kennis gemaakt met die mensen die daar werkten als vrijwilliger. Oh, wat voor een tijden leven wij, hè? Ja, die daklozen, die krijgen ja, van ons te eten, maar die mensen voor het koken, die gaan we niet betalen. Ja, zo worden wij langzaam afgeknepen, mensen. Ik sprak gisteravond een buurtenlander. Ik kom uit Suriname. Hij had niet zo heel donkere huid. Was geen bosneger. Hij kwam uit Suriname en zijn vriend ook. En hij was hier naartoe gekomen en zei, nou, toen we hier kwamen, was het de hemel op aarde. Iedereen deed vriendelijk tegen elkaar en la 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 la. Hij zei, maar tegenwoordig is er, ja. En ik dacht, oh arme, dat is wel erg. Hoor. Kom je helemaal uit Suriname naar Nederland? Want iedereen vertelt zulke mooie verhalen. En dan kom je binnen en denk je, ja, het klopt allemaal. Oh, iedereen doet lief. Oh, la 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 la. Ik ben hier uit Suriname. Handje schud, handje schud. En dan nu deze puinhoop. En wat hem met name irriteerde, was de manier waarop wij Nederlanders tegenwoordig omgaan met ouderen. Schandalig. Ja. En wat moet ik tegen die man zeggen? Het enige wat ik tegen hem kan zeggen, ik had het kunnen vermoeden, jij had het kunnen vermoeden, en waarom ben je hier naartoe gekomen? Waarom werp je jezelf en je familie en je clan of whatever in zo'n KUT-omgeving? Het verschil tussen Nederland en Auschwitz is dat bij Auschwitz werden de mensen er verplicht naartoe gevoerd. Naar Nederland komen ze vrijwillig. Hey, halleluja, prijs de Heer. Dat wordt nog een mooie puinhoop, hoor. Ik garandeer. Want wij gaan niet goed om met onze ouderen. Dat is niet waar.
Alle gezinnen die zijn kapot. En opa zit hier en oma zit daar. En dan flikkert ze van de trap en wat gebeurt er dan? Een vriend van mij, die had echt te veel gezopen. Dat heeft hij eerlijk gezegd. En dat kan ik me in zijn geval goed voorstellen, want ik heb hem heel vaak heel, heel donker gezien. Hij slingerde de deur uit. Dus hij wandelde niet, maar hij slingerde. Tjong, tjong. Ik heb nog een keer tegen de barhouder gezegd van, wauw, gaat dat wel goed? En de barhouder zei van, dat gaat meestal goed, dus laat hem maar wandelen. Val hem niet lastig. Hij was dus gestruikeld na een avondje, bankzuipen. Op de bank zitten en zuipen. Ja? Met asbak en joint erbij. En in zijn woonkamer er lag nog een stofzuiger in goede intenties. We zouden gaan stofzuigen. Dat doet hij helemaal niet. Maar hij dacht dus kennelijk van, ik ga stofzuigen. Is hij over die stofzuigerslang gestruikeld toen hij zijn vriend uitliet of uit zou gaan laten? Ja, hij heeft zijn enkel gebroken. Hij heeft een hele hoge pijngrens, zei hij. Want in het Rijnstatenziekenhuis zeiden ze dat ook. Van, oh meneer, wilt u geen morfine? En hij zei van, nou, ga dan wel. Nou, gebroken enkel. En er moest een plaat ingedikt. Dat was verschrikkelijk. Sinds die tijd loopt hij mank. Hij moet eigenlijk een wandelstok hebben. En daar is meneer te trots voor. Die dingen in het leven, die gebeuren, daar moet je op een bepaalde manier mee omgaan. En wat gebeurde er in zijn geval? Hij had de mazzel dat hij, ik kan niet alle namen noemen, dat is belachelijk, maar ik denk eventjes M noem ik hem, en W, en R en M, nog een M en mij. En de eerste M, die kregen de leiding. Dus hij mocht bellen met M. En M die gaf aan ons door van, ja, hij heeft, en we gingen het om. Had hij dit nodig, dat nodig. Hij had geen lift. Hij kon niet meer van 3 hoog omlaag. En waar was zijn familie? Waar waren de gezinsleden? In geen velden of wegen. Als wij niet hadden gehandeld, misschien hadden we dat moeten doen. En aan hem moeten verplichten om de buren maar te bellen. Van, ik heb een gebroken enkel omdat ik te veel gezopen had. En ik ben gestruikeld over de stofzuigerslang. Maar ik heb wel een beetje bier nodig. Of zo. Chips. Van pizza. Waar was zijn familie? Ik weet het niet. Het is voor mij een raadsel. Hoe sommige mensen, terwijl het familie is, veronachtzamen. Ik vond het helemaal niet erg om we hebben ook nog een dag met z'n allen, zijn we zijn woning gaan schoonmaken. En ik deed de gootsteen. En meneer M. had daar een
de frituurpan in leeg gegooid. Dat is leuk voor de vliegen. Oh, een rotshaas. Ik allemaal van het alkalimiddel erin, gootsteen ontstoppen. Om die meuk uit zijn gootsteen te krijgen. Het is allemaal echt gebeurd. Er is geen klachten over M, hè? Waarom? Dat is mijn vriend. Zonder familie. Het is een wees, eigenlijk. Aan de andere kant, aan het positieve, aan het wezen. Dat zegt Christos ook. Wel mensen die geboren zijn met een summertime. When the living is. Ik ratel het me even af. Hè. Your daddy is rich and your mom is good looking. Dat leven bestaat niet. Ja, maar Hillary Clinton zegt dat het wel bestaat. Nou, ik zou niet willen wandelen in de schoenen van Hillary Clinton. Haar leven bestaat helemaal niet. Haar vader is rijk en de moeder die ziet er vast nog wel goed uit. Maar je hebt er niks aan. Het is niet waar het leven om gaat. Het leven gaat om het geven om je naasten. En ga maar tellen op je vingers. Wie zijn jouw naasten en wie zijn jouw vijanden? Doe even een 0 of 1 dingetje. Wie is er wit en wie is er niet wit? Ja, maar die van mij is blauw. Ja, dat betekent niet wit. Ja? Wie is er wit en wie is er niet wit? Wie is je naaste en wie is je vijand? Ga op zoek. Hou een dagboek bij. En dan niet zo'n slecht dagboek als het dagboek van Anne Frank. Wat een slecht dagboek is dat. Het gaat alleen maar over seks. En doe dat voor jezelf. En maak eens wat aantekeningen. Je kan ook, je hoeft die aantekeningen niet echt te maken. Registreer hoe andere mensen met jou omgaan. Laat je niet beschadigen. Het probleem is hevig. En de bedoeling is dat we zoveel mogelijk strijders bij elkaar krijgen. En dan gaan we er tegenaan. Dat is een nieuw signaal. Het is tijd om strijders te verzamelen. Zoals de Spartanen zeiden, tijd om te neuken. Dat we nieuwe strijders krijgen. Er recht tegenin gaan. We hebben een partij geld te goed van die jokers, die characters, zoals Alan Watts zou zeggen. Dat is een miljoen per burger. Zelfs per baby. Nou, kan jij je voorstellen wat je met een miljoen kan doen?
Ja, het is maar wat. Het is een mooie toestand. Dit is geen tijd om jezelf moreel te gaan gedragen. Dus voor mij heb je bij deze carte blanche om zeg maar wat van belastingdienst je wilt tillen. Maak het uit. Maakt dat mij wat uit? Nee, ik dacht het niet. Maar wat doe je met je overgebleven tijd? Je hebt de belastingdienst opgelicht en je, ja, via een dealtje. Ik ben een katvanger geweest of zo. En je hebt 10, 20.000 euro. En je had ze, wat gaan we daarmee doen? Wat ga je dan doen? Met je pon? Op vakantie naar Oostenrijk, die Schweiz. Of geef je alles weg? Want dat geld is niet van jou. Waarheid. Staat in de Bijbel. Na 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 na. Dan moet je met die poen. Je moet je leven leiden zoals jij een ouder zou zijn voor een kind. Dus jouw lichaam, die wil van alles. Als jij een man bent, dan raak je opgewonden van porno. Geef het eerder toe. Dat is je lichaam, klojo. En dat kan dan wel leuk zijn om daarmee te spelen. Dat maakt ook niet uit. Maar als jij een man bent en je kijkt graag naar porno, ja, ga je gang. Je hebt nog zoveel jaar te gaan, want uiteindelijk ben je op alle porno uitgekeken. Oh nee, Perry, maar nu maak je dat heel erg, erg. Ja, zo is het wel. Als je een paar, als je dan toch porno geïnteresseerd bent. Weet je ook weer, dat is, ja, tikkeling is een hele leuke. Dan worden vrouwen onder hun voetzolen gekieteld ook. Maar niet alleen bij hun voetzolen, ook, ja, je weet het wel. Dan gaan ze spartelen, man. Erg leuk. Kijk, die beelden, dat die jou opwinden, dat komt door je mind. En ook vrouwen vinden het leuk om zich te laten kietelen. Dan worden ze vastgebonden, een soort SM is het eigenlijk. Hè? En dan wordt er alleen maar gekieteld. Ja, dat is echt, ik heb geweldige opnames daarvan gezien. Zo'n meisje was echt helemaal uitgeput. Van, hè, het is afgelopen. Ja, einde van de film. Ja. Dat is je mind. Jouw lichaam is een opnamemachine. Het neemt op. Niet meer. Dat is de taak van je lichaam. En je moet het lichaam helpen om op te nemen door te eten. En dan stop je spullen in je mond en dan ga je kauwen en de rest weet je wel. Maar je moet opnemen. In de mate waarin jij beweegt en zweet en whatever. Als je op IJsland woont, dan hoef je niet 10 glazen water per dag te drinken. In de woestijn, ja, misschien wel. Nee, 10 glazen, een beetje veel. 10 glazen, 5 liter, nee. Maar 2 liter water of zo. Je zweet wat af in de woestijn. Ja. Je houdt je lichaam, ja, net als een kind wat dingen wil. Jij bent verantwoordelijk voor
Het in bedwang houden van de wil, van jouw lichaam. Want jouw lichaam wil van alles vanuit zichzelf. Er zijn heel veel getuigenissen van mensen die verschrikkelijke dingen gedaan hebben. En achteraf hebben gezegd, ja, ik wist niet wat er gebeurde. Het was mijn lichaam. En die zijn dan verminderd toerekeningsvatbaar. En die mensen hebben geen controle over hun lichaam. En die mag je niet los laten lopen in de samenleving. Dat is levensgevaarlijk. En we doen het wel. Dat is bizar. Er lopen mensen hier in Arnhem in de rond. Die zijn levensgevaarlijk. Die houden geen rekening met hun lichaam. Ze zijn... Hoe moet je ze beschrijven? Opportunistisch? Ik kan betalen, dus ik besta. Oh, zou kunnen. Mogelijk. Wat maakt mij eruit? En wij zijn met die mensen omringd. En de handelswijze is het pad wat Christus heeft uitgestippeld. Dan ben je van alles af. Iedereen zal christen worden. Of iedereen zal Christus zien als de enig geboren zoon van God. En nu spreek ik profetisch. Want dat gaat over de toekomst. Ja, maar Piggy, wanneer komt hij dan terug? Ja, dat weet ik ook niet, Klojo. Dat maakt mij eruit. Ik ga niet in tegen de wil van de Heer. En de wil van de Heer was dat Christus, zijn enig geboren zoon, zou sterven. Vroegtijdig. Een marteldood. Ik kan bijna zeggen, de gebeurtenis, dat was uit woede van God. Ja. Nee, een mooi bericht is dat, hè? Dat met de gebeurtenis, dat volgens Perry Winkel nu vaststaat, dat dat was uit woede van God. En als jullie dit niet accepteren, niet accepteren dat Christus Jezus bla 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 bla, dan draaien we de hele boel terug. Dan gaan we terug naar Mozes. Ja? Niet begrepen? Oké, dan blijf je zitten. Word je teruggezet? Ja. Ga nog maar een keer een jaar overnieuw. In de brede zin van het woord. Een jaar is 365 generaties, denk ik. Hey, mooie boel. Maar ik zie positieve dingen. Eigenlijk heb ik niet zoveel moeite mee. Ik heb wonen in het centrum hier in Arnhem, bij de Eusebeuskerk. Eusebius, satanistische kutzooi. Ik heb de markt om de hoek. En er werken aardige mensen. Geweldig. Zulke goede verkopers. Ik heb daar vandaag, ik kwam er aanwandelen. Ik maakte een rondje over de markt. Ik heb gekocht hoor, van alles en nog wat. Pepers heb ik gekocht. En een haring. Ik kom alleen maar toewandelen op die viskraam. En zij stond apart bij de haring.
En zij zegt gelijk, hallo. Ja, dan heb je mij. Want ik wilde helemaal geen haring. Had ik helemaal geen zin in. En ze keek me zo aan. Echt, oh man, wat een goede verkoper. En ze maakte contact. En ik dacht, ja, oké, okay, ja, waarom niet? En dan 3 haringen voor €5. Toen dacht ik, ja, dat ga ik even lekker niet doen. Hè. 3 voor 5, denk ik. Nou, toen was ik aan de beurt. Ik zei, mag ik er ook 1? Ja, dat mocht ook. Mooi zo. En verder nog wat, vroeg ze. Ik zei, ja, uitjes. Wat kost dat? Oh, zei ze, de uitjes zijn gratis. En ik kwam er eigenlijk voor een lekker bek. Dat is koolvis. In koolhydraten, meuk, meel of zo. Met melk, eitje erbij. Zo. Beslag. Zo. Koolvis in beslag en dan brrr, in de frituur. Totaal gare vis. Erg lekker eten. En ik kreeg die, ja, ik stond de hele tijd te wachten. Dat ging dus om de hoek dan. En die haringstand stond ernaast. Ik loop om de hoek en vraag om die koolvis. Maar dat duurde heel lang voordat ik kon vragen. En er was een stel naast mij. En die had echt, en toen zei die visboer, die jongen, die had al echt, ik weet niet hoeveel kilo vis in pakjes en dinges. En die zei dus echt uitgeput van, dit was het. En die vrouw zei, nee, ik wil ook nog zalm. Ik wil dat stuk zalm en dat stuk zalm. Ja, neem het waar, mensen. Ga naar de markt. Hier in Arnhem, waarom niet? Je kan de vis eten, je kan avocado's kopen, pepers. Gember hebben ze ook echt. Een gember is echt tof om in huis te hebben. Dan kan je prima invriezen. Die gemberwortel. Hè? Dus, ja, en die doe je lekker in de vrieskast. Heb je een hele bak met gember. En als je dan wil koken, dan neem je er eentje uit. En dan ga je hem bevroren pellen. Of whatever, met een scherp mesje. Of zo, wat je maar wil. En dan raspen. Vooral bevroren gember is uitstekend te raspen. Als een gember ontdooid is, dan is die slappig en dan ja, niet zo net niet tof. Bevroren gember. Ik zeg het maar. Goede tips voor het eten, toch? Want gember is gezond. Nou, lieve mensen, ik vind het zo aardig van jullie dat jullie hiernaar uitgeluisterd hebben. En op zijn hamburgers zaak ik tjus en dag lievers.